Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Sunweb Vakanties. Goedenavond. Voor ik u het weer altijd vertel, loop ik altijd even naar buiten om aan het weer te voelen, te proeven en u het een en ander te kunnen overbrengen. In ieder geval zonder jas was het frisjes. Maar wat mij opviel, en misschien wellicht ook u, dat de dagen toch al ras langer worden en dat er zelfs nu nog een beetje daglicht aanwezig is. Maar ja, echt buitenweer is het dus niet. Het blijft de komende dagen wisselvallig, met vandaag behoorlijk wat donkere luchten hier bijvoorbeeld in Katwijk, maar ook landinwaarts in de omgeving van Waalwijk. Donkere luchten met ook verspreid een paar buien. En buien zijn er de afgelopen dagen behoorlijk gevallen. Vandaar dat het er toch op menig plek wat drassig uitziet. Soms is een weiland zelfs gedeeltelijk onder water gelopen. De buien vandaag hadden een voorkeur voor het zuiden, het zuidwesten van het land en het noordoosten. Ik verwacht wel dat de buien geleidelijk verdwijnen. We krijgen te maken met wat drogere condities hier boven de Britse eilanden. Dat trekt vannacht over en deels in de ochtend. Maar daarna volgt er weer een forse verslechtering. Hier ziet u een flinke pannenkoek van bewolking. Dat trekt onze kant op en morgenmiddag valt er veel regen. En ook in de avond. Dat zien we dan ook terug op de kaart voor morgen. Op de Britse eilanden, de Benelux, Duitsland, Frankrijk, regen en nog eens regen. Winterse neerslag, dat valt nog in het noorden van Europa en hier aan de noordkant van de Alpen, althans boven 1000 meter. Ja, lenteweer, dat vinden we echt in het verre zuiden. Hier in het zuiden van Spanje, Portugal, met vrijwel alleen zon, gaat daar de temperatuur omhoog naar een graad of 21. Vanavond en vannacht in de eigen omgeving uiteindelijk veelal droge condities met een paar opklaringen en een temperatuur die teruggaat van 3 graden hier bijvoorbeeld in het noordoosten tot een graad of 5 in het Zeeuwse. Ja, en dan overdag. De start van de ochtend is waarschijnlijk op de meeste plekken droog met wellicht nog een waterig zonnetje. Maar aan het eind van de ochtend zijn de wolken in het westen van het land al dik genoeg voor regen. En het is niet een beetje regen, kijkt u maar eens. Het is een forse druppel. En ik verwacht dat we op de meeste plekken een volle 10 liter emmer per vierkante meter krijgen. De temperaturen uiteenlopend van een 6 tot 10 graden. Maar in regen kan het duidelijk wat kouder zijn. De klimaatsverandering maakt het weer in Vietnam gevaarlijk. Het is een stuk vliegen, maar hier ziet u Vietnam liggen. Een brede of langgerekte kuststrook en men is er zeer gevoelig voor tyfonen. Als gevolg van opwarming zal de kracht van de orkanen, zoals wij die noemen, verder toenemen. Om de kracht van de golven te breken en zo de dorpen achter de dijken beter te beschermen, is het Rode Kruis 10 jaar geleden begonnen met de aanplant van mangrovenbossen. Nut hiervan is al bewezen. Bij tyfoon Damri, die vorig jaar binnenviel, werden de golven gebroken van 4 meter hoogte naar slechts 0,5 meter. Hierdoor bleven de dijken overeind. Daar waar de bossen niet stonden, ging het uiteindelijk mis. Maar ook landinwaarts door de vele regen toch nog flink wat overlast. Modderstromen, maar daar wordt wellicht aan gewerkt door de aanplant van bossen meer landinwaarts. Ja, het oceaanwater dus tegengehouden. Het regenwater bracht nog last. De komende dagen bij ons krijgen de bossen in ieder geval regen. Alle dagen valt er neerslag. De temperaturen liggen veelal tussen 8 en 11 graden. En er waait bij tijden ook een straffe wind uit de zuidwesthoek. Prettige avond verder. Wil je het weerbericht ontvangen van jouw favoriete zon- of sneeuwbestemming? SMS dan weer, gevolgd door een spatie. En jouw bestemming naar 1010. Wil je dit dagelijks ontvangen, ook als je in het buitenland bent? SMS dan weer aan en jouw plaats naar 1010. Ga je bijvoorbeeld naar Parijs? SMS dan weer spatie Parijs naar 1010. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door Sunweb Vakanties.